Goedemiddag allemaal, welkom terug hier bij deze speciaal. Het is Pokémon Crystal met een musical. Ik ben helemaal off-tone daar, dat maakt niet uit. Goed, goedemiddag, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pokémon Crystal. In de vorige aflevering hebben we dus het gat gevuld van de vervaalde opname. En hebben we een missie verslagen, wat we dus wel op camera dit keer hebben. En ik moet nog heel even mijn Pokémon healen. Oké, nou dat meteen gedaan te hebben, gaan we deze aflevering gelijk beginnen met een gym battle. Ik heb geen zin om slevenheden mee. Weet je wat? Bekijk het. Handig jut dat je alle HM's al hebt. Nee. Jouw boompje houdt mij niet tegen. Goed, dit is dus de derde gym, Lieutenant Surge. Gespecialiseerd in elektrische types Pokémon. Laten we eens eventjes deze random trainers eventjes battelen. Oké, met that out of the way. Kinkje heeft daar een leveltje omhoog gekregen. We hebben deze trainers dus al even gebattled. Nou, zoals je dus ziet, deze deur is open. Dus in plaats van dat stomme puzzeltje te moeten doen, zoals een red, blue en yellow, dat je dus de switches moet vinden, heb je dat hier niet. Geloof me, deze deur is gewoon open. Gewoon naartoe. Zoals altijd, cv'tjes van tevoren. En zorg ervoor tot als je een Quagsire hebt, tot die vooraan staat, aangezien dat Quagsire deze gym gewoon helemaal boont. Letterlijk en figuurlijk. Dit is Lieutenant Surge. Hey, you little tyke. I had to hand it to you. It may not be very smart to challenge me, but it takes guts. When it comes to electric Pokemon, I'm number one. I never lost on the battlefield. I'll zap you just like I did my enemies in war. Hij praat gewoon over de Pokémon alsof dat hij die heeft gebruikt in oorlogen en alles. Creepy, maar goed. En ik hou van zijn zonnebril, maar dat maakt niet uit. Goed, hij begint als het goed is met Raichu. Raichu is level 44 met aanvallen, Thunder Wave, Quick Attack, Thunderbolt en Thunder. Oftewel, de enige manier waarop hij ons aan kan vallen is met Quick Attack, wat hij nou zeker gaat doen. Call it. Dus, oh ja, hij is level 44. Oh, lekker belangrijk. Dus, ja, hij is best wel pittig met sommige Pokémon. Maar op het moment dat je eigenlijk dus zeg maar een ja, grondtype hebt, of ja... Vroeger in Yellow, of in Red of Blue, was altijd eigenlijk de truc om dus, zeg maar, een Diglett te halen bij Diglett Cave. Maar goed, de volgende Pokémon, Magneton, level 40 met aanvallen, Lock-On, Double Team, Swift en Zap Cannon. Magneton, daar wou ik eigenlijk een keer Fire Flame voor gebruiken, aangezien het Fire Flame ook wel experience kan hebben. En aangezien dat het een staaltype is in deze serie ook nog eens een keer, kunnen we dus zeg maar wel gewoon vuuraanvallen gebruiken, wat dus heel erg handig is. Nou, als ik me niet vergis is Magneton niet zo snel, dus Fire Flame die is sneller, dus hopelijk is dit een one-hit KO. Nee, maar dat was altijd de truc om gewoon bij Diglett Cave eventjes gewoon een Diglett te halen, want die waren altijd rond de level 20. En ja, deze Pokémon in... Ja, zijn Pokémon zeg maar in toen die tijd ook. En ja, Diglett die kon heel die... Ja, die kon eigenlijk heel zo'n team gewoon helemaal kapot maken. Goed, dan krijgen we dus een Electrode. Electrode is wel gevaarlijk. Electrode komt op level 40... Met de aanvallen Screech, Double Team, Swift en Explosion. Die heeft hij er twee. Dus hij heeft twee dezelfde. Hij heeft twee dezelfde Electrodes. Vergeet niet, Electrode is de snelste Pokémon, elektrische Pokémon die er is. Dus hij zal zijn eerste aanval zeker krijgen. Maar ja, aangezien dat ze Explosion kennen, maak ik me toch wel een beetje zorgen. Dus Screech. Oké. Faalt. Earthquake. One hit KO. Hoef ons geen zorgen meer over te maken. Schiet op eigenlijk zo. Dus ja, makkelijk. Dus, dag Electrode. Dus ja, dat is het enigste nadeel als je dus zeg maar een Quagsire hebt. Is Quagsire zal niet sneller zijn dan de meeste Pokémon. En dan krijgen we dus nu Electabuzz. Dat is zijn sterkste Pokémon op dit moment. Electabuzz level 45 met aanvallen Quick Attack, Thunder Punch, Light Screen en Thunder. Zeker de Pokémon waar we dus, ja, Quagsire, oftewel, ja, ons Quagsire voor willen gebruiken. Aangezien dat hij ons nou alleen maar kan vervelen met Swift en Double Team. Dus begin gelijk met een Earthquake. Ga niet met dik beginnen of zo. Gelijk Earthquake. In het geval dat hij Double Team gaat doen. En ja, dat je dus zeg maar moeite gaat krijgen met het raken. En is dit een one-hit KO? Level 46. Ik heb hier level 45 staan hoor. Whatever. Hij is een leveltje meer. Krijgen we iets meer experience? Mij hoor je niet klagen. En dan natuurlijk als laatste een Electrode. Dezelfde Electrode die ik net heb gezet met aanvallen. Screech, Double Team, Swift en Explosion. Precies exact dezelfde. Hij heeft twee. Exact dezelfde Electrodes. Allebei op level 40, allebei dezelfde moveset. En deze die doet natuurlijk dat. Nou, laten we maar hopen dat Earthquake niet gaat missen. Dank je.
Nou, heb ik eigenlijk ook nog iets speciaals in deze aflevering bewaard. Dat heb ik even offscreen gedaan. Om ervoor te zorgen dat we dat wel zeg na deze gym konden doen. Leek me een leuk idee, dus vandaag. Kinky Head is naar level 47. Yay! Kinky Head is trying to learn rain dance. Eigenlijk. Laten we eens even kijken. Ice Punch is nog steeds heel erg handig voor Dragon types. Kijk, Rain Dance is heel erg handig. Mocht ik het willen combineren met Bolt. Maar ja, het nadeel is, je hebt hier geen double battles. En ja, ik weet dat Surf dan sterker wordt. En tot, Solar Beam langzamer. Die heeft extra beurten dan nodig. Maar ja, nee, ik denk niet dat ik het ga doen. Raindance is op zich wel heel erg handig, maar ik denk dat het meer handiger is in double battles dan in single player battles. Dus dat kun je echt een heel team op weer baseren. Dus, maar goed, we hebben dus de Thunder Badge. Thunder Badge increases Pokémon speed. Consider it proof that you defeated me. You wear it proudly here. Dus ja, we hebben jou verslagen. Heel erg leuk. Bla 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 bla. Goed, wat ik dus wil doen in deze aflevering na deze schokkende ervaring. Wil ik ook naar een hele schokkende Pokémon. Dus waar ik nou eigenlijk naartoe wil is, ik wil heel eventjes terug naar Johto. Want heel veel mensen hebben mij eigenlijk gevraagd waarom dat ik mijn Master Ball niet op Lugia heb gebruikt. Nou, sowieso er is één Pokémon waar ik dus mijn Master Ball op voorbereid heb om die daarop te gaan gebruiken. En dat is eigenlijk ook de Pokémon waar ik nou naartoe wil in Johto. En nee, het is niet Ho-Oh. Dus ik zie jullie in een secondje. Kijk, nou komen we ergens. Dit is Raikou. Raikou is een van de snelste legendary Pokémon die daar buiten is. Het probleem met deze legendarische hamsters, waar Suicune ook bij hoort, is dat deze die is zo snel, die gaat echt bij de eerste aanval die je probeert, vliegt hij weg. Ja, rent hij weg. Hij vliegt niet weg, hij rent gewoon weg. Dus, om heel eventjes zeker van te zijn dat ik deze Pokémon niet ga missen, heb ik hier mijn masterbal voor bewaard. Eén, twee, drie. Oh mijn god, ik heb hem gevangen op mijn green helft in één keer. Oh mijn god. Ja, nogal wie dus. Maar dat is dus Raikou. Nou, dit heeft me dus gewoon echt ontiegelijk lang geduurd om deze Pokémon dus te vinden. Nee. Het nadeel is, Entei ben ik nog niet tegengekomen. De truc is, zeg maar, om een pijl te hebben. En zeg maar dan met een Pokémon tussen de level 20 en 30. Of ja, 20 en 40, niet zelf 40. Om daar dus zeg maar dan door gras heen te gaan, door verschillende routes. Entei ben ik nog niet tegengekomen, maar Entei wou ik ook op dit moment nog niet tegenkomen. Dus ik ga heel eventjes naar de stad waar ik nou naartoe wil. Ik ben zo terug. Goed, om terug te zijn hier in Saffron. Wat ik heel eventjes nog kwijt wil over de legendarische hamsters. Raikou en Entei in kristal spannen. Alleen die twee, zeg maar, die random encounter gewoon op een willekeurige route is gewoon luck based. Dat is het enige wat je kan doen. In gold en silver. Niet in de remakes. In de remakes is Suicune ook met een special event te pakken te krijgen. Maar alleen in Gold en Silver is Suicune ook een van de roaming Pokémon. Oftewel van de willekeurig lopende Pokémon. Nou wil ik zo graag nog één gym battle doen voordat ik eigenlijk verder ga. Dus nou heb je hier de keuze. Normaal gesproken is Sabrina's gym de vijfde gym waar je naartoe gaat. Of de vijfde gym en Erika de vierde. Maar aangezien dat je hier ook kan komen voordat je dus naar Erika toe kan gaan, denk ik dat het wel leuk is om nou Sabrina eigenlijk gelijk aan te pakken. Dus aangezien dat Midden nog wel wat levels nodig heeft, gaan we hier maar eens heel eventjes. Nou, volgens mij moest je alles gewoon kruislinks langs en alle trainers die we tegenkomen, die bel ik gewoon. Dus, nou, nadat die hebben het verslagen, schuin oversteken en dan battelen we jou eventjes weer. En ja, zo probeer ik dus bij de gym te komen. Dus ik knip even al die battles eruit totdat we bij de gym bezig zijn. Ik zeg altijd maar, schuin oversteken. En daar zijn we dan aangekomen bij onze Sabrina. Wat leuk. Oké, nou, Sabrina. You can read my mind. I knew you were coming. 3 years ago, I had a vision of your arrival. You're after my badge. I don't enjoy battling, but it is my duty as a leader to come for badges
on anyone who has proven him or herself worthy. Since you wish it, I will show you my psychic powers. Bring it on! Waarom ook niet? Dus, dit is Sabrina! Sabrina is met 3 Pokémon best wel een pittige gymleader met Espeon, waar ze mee gaat beginnen op level 46 met aanvallen Scent Attack, Quick Attack, Swift en Psyche. Nou, het is level 46 Espeon tegen level 46 Umbreon. Wie gaat dit winnen? Oké, Scent Attack die veel, daar ben ik eigenlijk best wel blij om. Het enige waar ze mee ons aan kan vallen is Swift en Psyche. En ja, ze kan natuurlijk de hele tijd Scent Attack gebruiken, waar ik geen liefhebber van ben. Maar ja, zoals je ziet, Faint Attack, het is super effectief, maar het doet niet echt veel schade. Want Espeon is ook heel erg goed in defensief gebeuren. Dus zeker handig om te weten. Maar om heel eerlijk te zijn, psychische types zijn ook behoorlijk sterk. En ik hoop dat dit het afmaakt. En perfect. Daarom kan dit nogal een pittig gevecht zijn. Want Midna kan natuurlijk niet alles overleven. Volgende Pokémon. Alakazam, level 48 met aanvallen. Recover, Future Sight, Psychisch en Reflect. Alakazam's enigste zwakte is dat het weinig HP heeft. Dus ik ga proberen Shadow Ball te doen. Die doet reflecten. Daar baal ik eigenlijk best wel van. Oh, dat is voor defense. Nou ja. Dan gaan we gewoon over met Faint Attack. Volgens mij was dat namelijk een special aanval. En bijna. Nee. Het is Lugia weer. Lugia 2.5. Oh, kom op. Kom op, dit doe je mij niet aan. Volgens mij kan jij ons nog niet eens aanvallen. Ja, je zou Future Sight kunnen proberen. Jij gaat niet de hele tijd recoveren. Hier heb ik een probleem mee. Ik bedoel, we hebben ook een koe gehad die in zijn eigen melk zit te zuipen. Hier heb ik problemen mee. Ik probeer nog een Shadow Ball. Oh, Quick Claw activeert, dat is fijn. Dan hoop ik op een verlaging van Special Defense, juist. Ik denk dat ik Shadow Ball het beste kan blijven spammen, aangezien dat deze toch al zo'n liefhebber is van recover. Nou ja, de reflectie is in ieder geval gefaald. Special Defense is omlaag, dus. Maar volgens mij is dit namelijk een zo. Weer Special Defense, mooi. Maken we het af met de Faint Attack? Je hebt een recover ability. Why the fuck zou je dat doen? Sabrina, luister. Jij zegt dat jij mensen hun gedachten kan lezen. Kun je mij dan alsjeblieft uitleggen waarom dat je aan het verliezen bent? En waarom dat je niet weet wat voor aanvallen dat ik zal gaan doen? In ieder geval, die elke Sam is afgeschakeld. Daar ben ik blij om. Het is een keer tijd. Goed. Als laatste Pokémon komt zij aan met een Mr. Mime. Mr. Mime op level 46 met aanvallen Barrier, Reflect, Baton Pass en Psyche. Oké. Wow. Wow. Wacht. Moet dit niet een Mrs. Mime zijn? Just saying. Ik bedoel, het is een female. Again, just saying. En het houdt nogal veel van barriers te spammen. Ja, normaal gesproken zou ze dat dan doen. En dan betampen om die stats dan aan te geven aan een andere Pokémon. Aangezien dat het nou niet zoveel effect heeft. Aangezien dat het haar laatste Pokémon is. Maar oké, Mrs. Mime is dus uitgeschakeld. En daardoor hebben wij dus Sabrina ook uitgeschakeld. Your power. It far exceeds what I foresaw. Maybe it isn't possible to fully predict what the future holds. Oké, you win. You earned yourself the Mars Badge. En we krijgen geld en we hebben dus weer een extra gym. Yay! We hebben de Mars Badge, want de snakes waren op. Oké, sorry. Kom op. Ik kan net zo goed een Mars Pass noemen. Waarom ook niet? Although I failed to accurately predict your power, this much I know to be true. You will become and celebrated
a beloved champion. Ik ben al een kampioen, Mutt. Nou, ik heb dus netjes schuin aanwoords aangehouden. En dan kom je uiteindelijk op af. Ik weet dat er een snellere route is, maar... Laat ik het zo zeggen, ik weet niet precies hoe dat die snellere route gaat. Dus eerlijk is eerlijk. Maar goed, we hebben dus 2 gym battles gehad in deze aflevering. We hebben een legendary Pokémon verslagen. Ik denk dat we behoorlijk veel progress hebben gehaald in deze aflevering. Dus ik dank jullie allemaal voor het kijken. Heb je een leuk momentje, laat het natuurlijk weten in de reacties. En als je er een tijd voor hebt, laat een like achter. En dan hoop ik jullie morgen te zien in een nieuwe aflevering van Pokémon. Waar we dus route 7 geloof ik tot er is. Tot we daar maar naartoe gaan. Dus bedankt voor het kijken en tot dan. Doei!